Robin doet aan western riding en dat mag je volgens haar niet vergelijken met normaal paardrijden. Wow. Het is niet zo als bij dressuur aan de teugeltjes trekken en rechtop zitten. En dit is veel spectaculairder. Je moet teugels loslaten en je moet hard gaan. Een hele stoere manier van paardrijden dus, zoals cowboys in Amerika doen. En toevallig is Robin uit Noord-Brabant daar heel goed in. Zo goed zelfs dat ze volgende maand mee mag doen aan het jeugdwereldkampioenschap Western Riding. In Amerika. Het is een wedstrijd waarin jonge cowboys en girls van over de hele wereld opdrachten met hun paard moeten uitvoeren. Zoals op volle snelheid plotseling stoppen en slippen, keihard rondjes draaien en een kudde koeien de goede kant op laten lopen. En ze weet al precies hoe dat straks zal gaan in Amerika. Eentje zal heel snel weglopen, de andere zal, die zal niet meteen weglopen. En eentje die staat te slapen en die blijft staan. Robin is de jongste deelnemer ooit aan het WK Western Riding. De meeste jongens doen het en dus een meisje van 9 en uit Europa. Dat zie je ook niet vaak. Dat belooft dus heel wat voor het WK. Van spanning heeft ze gelukkig geen last. De rijden naartoe vind ik spannend, maar als we daar eenmaal met een wedstrijd of voor niet echt. Maar voordat het zover is, blijft Robin keihard trainen.